vanuit de overheid constant de vraag is naar meer administratie. En zoals bij andere beroepsgroepen is dat ook bij de tandarts zo het geval. Waardoor wij gewoon in de praktijk veel minder tijd besteden aan onze patiënt en veel meer aan alles wat erbij komt kijken qua regeltjes en computerwerk en software en bijhouden van alle gegevens. Patiënten die langskomen hebben vaak formulieren bij die moeten ingevuld worden voor bepaalde verzekeringen of ongevallen. En wij moeten die dan daarna invullen na onze behandeling. Dat neemt altijd zeer veel tijd in beslag. Tijd die we kunnen besteden aan het echte tandheelkundige werk. Dus het zou veel gemakkelijker zijn mocht er gewoon een bepaald formulier zijn dat wij standaard kunnen afdrukken en dat kunnen meegeven in plaats van elke keer opnieuw te kijken wat dat zij specifiek vragen. Die formulieren zijn ook allemaal anders. Er is daar geen leidraad in. Dus dat zou veel beter zijn mocht er daar gewoon één bepaald formulier zijn dat voor elke verzekering gelijk is. Als tandarts worden wij nu meer en meer geconfronteerd met allerlei zaken die daar extra bij komen. En dan denk ik vooral aan de administratieve romslomp. Er wordt heel veel gevraagd via verzekeringsinstellingen, papieren, schoolattesten, noem maar op. Die zaken, daar zijn wij niet voor opgeleid en die kosten ons eigenlijk veel tijd en veel geld en dienen toch te gebeuren. Hou maar rekening op met heel de GDPR-wetgeving. Er komt zoveel bij zien en wij willen dat de tandarts zich kan blijven focussen op zijn patiënt en zijn beroep waar hij uiteindelijk voor gekozen heeft. Administratieve vereenvoudiging is zeer belangrijk.